weten hoe we sneller vooruit kunnen komen? Ja, je moet op een nieuwe manier samenwerken. Maar dan moet je wel durven. En dat geldt ook voor publieke organisaties in de bouw en infrastructuur. Als het gaat om digitale samenwerking. Mijn naam is Ilona Kemeling. Ik ben adviseur digitale transformatie en datamanagement bij advies- en ingenieursbureau TAU. Wij kennen de kracht van vernieuwing en brengen deze in de praktijk. Neem het project Informatiemanagement Veilige Vecht. Dat we samen met projectmanager Dick van Pijkeren van Waterschap Drents Overijsselse Delta oppakken. In het project Veilige Vecht willen we, samen met overheden, adviesbureaus en aannemers, ervoor zorgen dat de dijken langs de Vecht ons in de toekomst beschermen tegen overstromingen. Een van de grootste en meest complexe uitdagingen hierbij is om de aanwezige informatie uit verschillende informatiesystemen aan elkaar te koppelen en te delen. Bijvoorbeeld informatie over deze dijk, zodat er eenvoudig snelle informatieuitwisseling tussen partijen kan plaatsvinden. Daarom zijn we blij dat TAU ook voor dit project helpt een centraal informatiemanagementplatform in te richten. Dankzij deze digitale innovatie kunnen wij de informatiestroom makkelijk beheersen en kunnen de aangesloten partijen continu met de juiste en actuele informatie werken. Het brengt ons een stap dichterbij digitale volwassenheid. Wij verwachten dat deze digitale werkwijze navolging vindt bij andere waterschappen met een groter projectenopgave. Dankzij deze digitale transformatie verloopt de realisatie van dit project niet alleen een stuk eenvoudiger en professioneler. De samenwerking verloopt ook een stuk sneller.